knie naar achter. Stap, knie. Scoop naar voren. 4, 3, 2. Stap, knie naar achter. Cha-cha-cha. Achter. Cha-cha-cha. Achter. Cha-cha-cha. Achter. Cha-cha-cha. Scoop naar voren. En voor. Ja. Yo, welkom weer in een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie vertellen wat het grootste probleem is met thuis sporten. Ik ga jullie gelijk een kleine update over de gym geven. Ik ga even een kleine compilatie laten zien van wat materialen die ik heb gemonteerd. En natuurlijk ga ik jullie ook een aantal oefeningen meegeven voor thuis. Waar je zo goed als geen materiaal voor nodig hebt. Misschien enkel een elastiekje, maar geen complete set met dumbbells of iets dergelijks. En dan ga ik jullie oefeningen laten zien die je thuis kan doen, waar je ook echt vooruitgang mee kan gaan maken. Want als je 50 keer gaat opdrukken, als je dat zou kunnen, dat heeft natuurlijk 0,0 resultaat wat betreft tot krachttoename of spiermassa toename. Laten we lekker gaan beginnen. Het Calisthenics hoekje. We hebben natuurlijk gewoon een dipstationnetje en of een appstationnetje, net hoe je het wilt noemen. Uiteraard suspension trainer, T-rexje. Het is inderdaad geen echte T-rex, suspension trainer. Lekkere oefeningen. Buiten dat heb ik ook, zoals jullie zien, een battle rope aangeschaft. In mijn andere locatie heb ik een battle rope van 15 meter. Dit is maar een battle rope van, ik geloof, 9 meter, want je hebt ze maar in twee maten. Maar deze zijn wel echt extreem dik. Deze zijn zeker 5 centimeter. En die in de andere locatie die zijn maar 4 centimeter. En deze zijn dus 15 meter. En ik had dus eigenlijk verwacht dat je tussen deze touwen en die andere touwen echt een gigantisch verschil zou voelen. Omdat deze zeker 6 meter langer zijn. Alleen ze zijn iets dunner en het valt me eigenlijk nog reuze mee dat met die kleine touwen, alleen dan wat dikker, dat je nog steeds gewoon echt fatsoenlijk kan trainen en dat het niveausverschil niet eens zo groot is. Die zijn echt nog lekker zwaar, gelukkig. En dan hebben we nog de nieuwste aanwinst. Deze bad boy. Ik zal jullie eerst wat foto's laten zien van hoe dit toestel eruit zag. Sorry voor de kwaliteit van de foto's, want ik heb een iPhone 6 of 7. Ik heb geen idee eigenlijk. En die foto's zijn niet zo super netjes. Maar zoals jullie zien was die eerst wit. Wat ik dus overduidelijk heb gedaan is, deze eerste is mooi zwart gespoten. Daarnaast hebben wij alle kabeltjes vervangen op deze na. Deze moet straks nog vervangen gaan worden. Dan zijn alle kabeltjes weer helemaal gloednieuw. Ieder ringetje, ieder katrolletje, alles van dit hele toestelletje is uit elkaar gehaald, schoongemaakt, gestoft, gecontroleerd. Ieder schroefje en ringetje weer nieuw. En een ander dingetje wat ik nog even snel straks moet gaan doen, dat zijn deze pinnen even vervangen. Want deze kreeg ik erbij. Zoals jullie zien was dat niet helemaal lekker. Dat zit niet veilig vast of iets dergelijks. Dat is eigenlijk gewoon waardeloos. Daarvoor hebben wij deze aangeschaft. Dat zijn mooie nieuwe, hoe noem ik die dingen, safety pins of iets dergelijks. Ik heb geen verstand van toestellen. In ieder geval, deze safety pins passen er iets beter in. Die zijn langer, zitten een magneetje aan, zodat die mooi blijft zitten. Ringetje kan ergens hier aan vast worden gemaakt. En fantastisch. Ze zijn iets langer, gewoon een stuk beter. En een stuk veiliger voor de leden die hier sporten. En dat is natuurlijk
Als sportschool-eigenaar, het belangrijkste, de veiligheid van je klanten, staat voorop. Vandaar dat alle katrolletjes, alle kabeltjes, die ook maar een klein beetje gescheurd of gebroken zijn, hoppakee, gelijk vervangen in die boel. Als dat dus allemaal is vervangen, de kabelmachine vervangen, die toestellen die ik net heb laten zien, de battle ropes, noem maar op. Als dat allemaal staat, dan is de sportschool echt voor 99% af. Ik hoef enkel nog even een prullenbakje neer te zetten. En wat losse algemene instructies, et cetera, op de deuren te plakken. En dan is de ruimte helemaal af. Er mist enkel nog één ding. En dat is wel jammer eigenlijk, dat ik die nu niet kan laten zien, maar nog wel leuk voor een andere vlog. En dat is dat we daar een gigantisch grote lege ruimte hebben. En op die ruimte, daar komt een dumbbell set, hageltje nieuw, hartstikke mooi, 2 tot en met 30 kilo. Ik ben nog in twijfel, ik heb namelijk in een andere locatie heb ik een dumbbell set van 2 tot en met 40 kilo staan. In stapjes van 2 kilo, dus 2, 4, 6. De nieuwe set, die gaat maar tot 30 kilo. En die gaat in stappen van 2,5. Dus ik ben nog een beetje in dubio van, zal ik die ene hier neerzetten, zal ik hem daar neerzetten. Voorlopig hou ik het er even op dat we de 30 kilo set hier gaan neerzetten. En als er mensen zeggen, weet je Raymond, ik wil wat zwaarder kunnen trainen, ik heb zwaardere dumbbells nodig. Dan kunnen we altijd nog gaan wisselen natuurlijk. En dan nu het grootste nadeel aan thuis trainen. Is dat je niet zwaar genoeg kan trainen voor het resultaat wat de meeste mensen op dit kanaal zoeken. En soms met behulp van simpelweg een elastiekje of met wat oefeningen die ik jou nu ga laten zien, zijn er echt heel veel mogelijkheden. Zoals jullie weten, als je op kracht traint, blijf je ongeveer ergens tussen de 1 à 5 herhalingen. Train je op spiermassa, blijf je ongeveer tussen de 8 à 12 herhalingen. Dat is basic sport science, iedereen weet dat. Het gaat er thuis dus om dat wanneer je gaat trainen, je echt het maximale uit je lichaam haalt. Als jij thuis 3 keer 12 gaat opdrukken en je kan 3 keer 40 opdrukken, heeft dat natuurlijk 0,0 effect. Wil jij gespierder worden, ga je 40 keer opdrukken. Natuurlijk is dat een trainingsmethode, maar het is niet de efficiëntste trainingsmethode. Je moet dus oefeningen gaan selecteren die je of zwaarder kan maken zonder dat je al te veel materiaal nodig hebt. Of je moet niet zo goed in opdrukken zijn en dat je ergens rond de 5 à 15 herhalingen tussen haakjes afgaat, dat je tot spierfalen gaat. Dan zou die manier van trainen wel zwaar genoeg voor je zijn. Dus of je moet niet sterk genoeg zijn, of je hebt heel veel fitnessmateriaal nodig. Of de laatste keus, wat ik jullie nu dus ga laten zien, is dat je de goede oefeningen moet selecteren voor jouw lichaam. En ik ga wat basisoefeningen aan jullie laten zien. Ik kan niet voor iedereen een privé video gaan maken, dus wees een beetje creatief met deze oefeningen. Ik ga jullie een mooi gebalanceerd schemaatje, een aantal oefeningen laten zien. Dat we het hele lichaam gelijk pakken, dus borst, rug, bicep, tricep, noem maar op. Enkel nuttige oefeningen. En ik ga dus niet de oefening helemaal compleet uitleggen. Ik ga laten zien wat je kan doen, anders wordt deze video veel te lang. Eerste oefening, simpelweg, is opdrukken. Dat kennen we allemaal. Voor de meeste dames zal bijvoorbeeld het opdrukken op de tenen, dus een normale push-up, al zwaar genoeg zijn. Of zelfs te zwaar, voeg hem dan gewoon simpelweg uit op je knieën. Die kennen we. Daarna kunnen we, als je dat hebt, een elastiek toevoegen. Een dun elastiek, een wat dikker elastiek. Even uit mijn hoofd, 25 mm en deze is volgens mij 1 centimeter als je hem wilt bestellen. Handen erdoorheen. Laag op de schouderbladen, ongeveer waar je barbel zou zitten tijdens een low bar squat. En dan simpelweg, hoppakee. Opdruk, kan je hem iets zwaarder maken. Dan heb ik natuurlijk net al de optie laten zien van de rugzak. Of bijvoorbeeld je tenen op een bankje. Desnoods nog in combinatie met dat elastiek. Hoppakee. 100.000 variaties, heel wijd, heel smal. Verzin iets, zorg dat het lekker zwaar wordt, dat je ergens tussen de 8 en 12 herhalingen gewoon niet meer kan. Dat zou voor de meeste mensen die op dit kanaal geabonneerd zijn, tot de juiste richtlijn bij hun doelstelling behoren. Nummer 1, push-ups. Nummer 2, chin-ups.
Als je thuis een setje ringen wilt aanschaffen, die kost een euro of 30, 40, geen geld. Kan je dat doen? Of je kan natuurlijk gewoon simpelweg een stuk staal kopen bij de bouwmarkt, ergens monteren, dat je een variant van een chin-up kan doen. Of simpelweg gewoon de trap of iets dergelijks gebruiken. Dat is natuurlijk wel als je jezelf kan optrekken. Dan gaan we chin-ups doen. Dat is een zware oefening. Die kunnen wij ook nog lichter maken met de elastieken. En als je zo'n elastiek hebt, dan ga je naar jouw plek waar je jezelf op kan trekken. Dan kan je hem om je knieën heen doen. Eén knie in dit geval. En dan kan je jezelf op die manier optrekken. Dat maakt de oefening een stuk lichter. Een tweede variant is om het elastiek onder je voet door te doen. Strek dan je been helemaal en zo staat er natuurlijk meer spanning om het elastiek en wordt het optrekken ook een stuk makkelijker. Nou, dat optrekken dat zal voor de meeste mensen zwaar of te zwaar zijn of precies goed. En daarom zou het handig zijn als je thuis iets hebt of iets maakt, dat je een stang op verschillende hoogtes kan instellen. Zowel dat je er dan kan opdrukken. Zo met je voeten erop of gewoon simpelweg met je handen een verhoging. Of dat je dus de chin-up variant kan vervangen door een Australian row. Die doe ik zo voor. Deze oefening zou ook kunnen met een suspension trainer. Kost ook een euro of 30, 40, geen idee. Kost niet zoveel geld. Als je iets hebt om in te stellen. Bij sommige trappen gaat het. Ik had in bij mijn ouders woning had ik een trap. Waarbij ik mezelf op deze manier kan optrekken. Je gaat eronder liggen. De eerste herhaling is altijd even zoeken naar de positie. Handen onderhands. En mik met je tepels van je borst op de stang. Mooi vlak lichaam. Eerste keer even een beetje zoeken. Mooi. Borst is bij de stang. En dan laat ik vanaf hier mezelf gewoon rustig zakken. En rustig omhoog. Dan hebben we natuurlijk nog mijn favoriete spiergroep. De bovenbenen, de billen, de hamstrings, eigenlijk het complete been. Dat doen we op deze manier met een single leg squat. Die kan natuurlijk, zoals ik hem hiervoor doe, op een doos. Zodat je iets verder naar beneden kunt zakken en dus een grotere bewegingsuitslag hebt. En dus ook een stuk zwaarder is. Maar er zijn nog wel wat varianten op. Je zou hem natuurlijk ook gewoon hier op de grond kunnen uitvoeren door één knie in te trekken. En ik mik altijd met mijn knie naast mijn andere voet, zodat ik een mooie rechte lijn blijf. Dus ik doe mijn torso een beetje naar voren, knie naast mijn voet en vanaf daar zo ver mogelijk naar beneden en omhoog. Als dat te zwaar is, dan pak je die suspension trainer die je zojuist hebt gekocht. Of je pakt een muurbeet of een trapleuning of iets dergelijks en je zakt op die manier, hoppakee, naar beneden. Zorg er wel voor dat wanneer je iets beetpakt, dat je het niet echt beetpakt. Maak gewoon van je vingers een haakje zonder je duim te gebruiken. En laat die een beetje langs die leuning of muur glijden wat je ook gaat gebruiken. Jij bent natuurlijk veel te eigenwijs om zo'n TRX te kopen. Dus dan jat je gewoon de handdoek van je ouders. Graag eentje van 1,30 meter. Kan ook langer zijn natuurlijk. Pak lekker een strandhanddoek. Gooi hem een beetje op gezichtshoogte. Probeer je handen eerst overhands beet te pakken en dan daarna draaien zodat je handpalmen naar het plafond zijn. Draaien zo dicht mogelijk bij die paal staan. Houd je handen hoog, dus ellebogen hoog en probeer je enkel en alleen te focussen op je biceps. Dus je laat je biceps het werk doen. Dat is dus wat anders als je grote rugspier je latissimus gebruiken en zo naar je toe te trekken. Dat is een andere oefening, wel een goede oefening, daar niet van. Maar je wilt dus je ellebogen hoog houden en bicep, 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 alleen maar biceps. Gewoon rustig, beheerst, maak hem lekker zwaar voor jezelf. Fantastische oefening voor thuis. Je hebt alleen maar een handdoek nodig. En die handdoek die gaan we ook gelijk gebruiken bij de volgende oefening, dus ruim hem nog niet op. Hoppakee. Hielen op het handdoekje en probeer straks om een omgekeerde plank te maken. Dus je komt in een schuine hoek omhoog, bekken goed naar voren, buik goed aangespannen, rustig en beheerst bewegen. Dus we gaan liggen, eerst mijn hielen tegen mijn billen aan, vanaf hier omhoog, bekken dus naar voren kantelen, dus edele delen naar je hoofd toe. In plaats van een holle onderrug probeer dus een bolle onderrug te maken. Benen een beetje bij elkaar en vanaf hier uitglijden,
die positie behouden en omhoog komen. Zoals je ziet, aan mijn gezicht, is die oefening gigantisch zwaar. Mocht je een laminaatvloer hebben, dan glij je een stuk beter natuurlijk. Handdoekje werkt fantastisch. Sokken kunnen ook gewoon nog hartstikke goed werken. Een andere belangrijke spiergroep, wat de meeste mannen dan vinden, en de dames ook, de triceps. Dat is een typische spiergroep dat je denkt dat je heel veel kilo's nodig hebt. Omdat, om de simpele reden, ja, ik bankdruk 105 kilo, ik overhead press een kilo of 80. En andere tricep oefeningen doe ik best zwaar. Maar dat wil niet zeggen dat ik thuis niets kan doen. Het gaat alleen om wat je thuis doet, met welke oefening en met wat voor een techniek. En een tricep oefening die we heel zwaar kunnen maken zonder veel gewicht te gebruiken, is een tricep kickback. Dus je maakt eerst een stevige driehoek. Knie op een bankje of je bed. Andere voet de grond in. Hand de grond in. Rug mooi vlak. En dan zorgen dat je bovenarm parallel is met de vloer. Dus die is niet omlaag of extreem omhoog. Die is parallel met de vloer. Vanaf daar hoef ik alleen maar mijn hand en mijn onderarm helemaal te strekken. Compleet. Niet 99%. Compleet. Dan gaan we terug. En dit stukje ga ik niet doen. Want dit is dus het vals spelen waardoor je dus heel veel kilo's kan gaan gebruiken door te gaan smijten. Maar dat is juist niet wat je thuis wilt. Als je thuis 2, misschien 5 kilo hebt, dan hoef je alleen maar arm recht te houden. Hop, tricep naar achter, spanning, 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 naar achter, spanning, 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 hoppakee en knijpen. Als je dat op die manier doet, dan kom je met een pak melk en andere objecten kan je heel zwaar je triceps trainen. Wat ik zojuist laat zien, dat zijn die paar oefeningen die het grote verschil kunnen maken. Met die paar oefeningen ga je echt wel een tijdje vooruit. Als je zwaar genoeg traint en je maakt oefeningen zwaar genoeg, dan kan je echt een serieuze progressie maken. Als je maar weet wat je doet. Dit zijn zomaar een aantal oefeningen. Ja, ik heb ze geselecteerd op borst, rug, bicep, triceps, zodat als je deze oefeningen doet, je tenminste het complete plaatje, dus het complete lichaam traint. En als je nou denkt, Raymond, ik zou wel wat meer oefeningen willen. Laat dan een reactie achter dat je even zegt, yo Raymond, ik zou misschien wat meer oefeningen hiervoor of daarvoor willen hebben. Of, Raymond, het is eigenlijk al fantastisch. Zodra je dat hebt gedaan, dan abonneer je natuurlijk. Of je bent al geabonneerd, dan laat je natuurlijk sowieso een reactie achter. Dit was Raymond Schuld, tot Frank.nl. Ignite your fire and grow stronger.